In het Lalaroekgebouw is gisteravond een aanvang gemaakt met het Rotary Youth Leadership Awards Project RAILA 2017. Met dit project willen de Rotary Service Clubs in Suriname een bijdrage leveren aan de educatie van Surinaamse jongeren. Middels een gevarieerd trainingsprogramma zullen jongeren tussen de 14 en 30 jaar kennis en vaardigheden over leiderschap aanleren. Edward Muller, past president Rotary Club Paramaribo, sprak de jongeren toe. Hij ging in op de betekenis van RAILA voor de Rotary. De RAILA heeft nogmaals als bedoeling om jullie die waarden die de Rotary hoog in haar vaandel heeft, om die over te dragen. Waarbij we jullie nogmaals proberen klaar te stomen voor de maatschappij. Zodat als jullie geconfronteerd worden met situaties en jullie hebben gehoord dat stressmanagement een van de onderwerpen is, dat jullie er ook op een goede manier mee weten om te gaan. Als wij daar inderdaad een bijdrage aan kunnen leveren aan jullie vorming, dan zijn we daar ontzettend blij mee. Ik heb in 1998 heb ik zelf mogen zitten in de boord van Rotary International wat RAILA betreft. Dus vandaar dat RAILA inderdaad een project is van de Rotary dat echt dicht bij mijn hart is. Past president Muller bij de opening van het RAILA-project. Mario Marai, fellow van de Rotary Club Paramaribo Residence, deelde mee hoe het trainingsprogramma is opgebouwd. Het programma dat we dit weekend doen bestaat, loopt vanaf vandaag, zaterdag en zondag. We hebben vandaag de kick-off, waarbij we de mensen ontvangen, registreren. Kort vertellen over Rotary en wat Rotary allemaal inhoudt en wat Rotary, wat de bijdrage van Rotary is in Suriname, maar ook internationaal. Zaterdag hebben we een trainingsprogramma waarbij we verschillende onderwerpen die te maken hebben met leiderschap en persoonlijke ontwikkeling aan de orde laten komen. Het gros van de trainers, dat zijn Rotariërs zelf, die vanuit hun vakdiscipline de jeugd dus meenemen op een verkenning in leiderschapsland. Ik heb al gezegd dat de doelstelling is om goede leiders te ontwikkelen. Leiderschap is een erg actueel onderwerp in Suriname op dit moment. Zondag hebben we in de ochtend tot en met zeg maar, het begin van de lunch hebben we een carrière dag, career talk heet dat, waarbij Rotariërs de mensen, de participanten de gelegenheid geven om rechtstreeks te vernemen over hun beroep, hun carrièrepad, de opleiding die ze hebben gevolgd en hoe ze zijn gekomen tot waar ze nu zijn. Fellow Mario Mirhai van Paramaribo Residence. Het Rotary Youth Leadership Awards project 2017, dat gisteren is aangevangen, duurt tot en met zondag 7 mei.